Mireille, kan je vertellen waarvoor mensen bij jou terecht kunnen? Mensen kunnen bij ons terecht voor privélessen. Kijk, en als hij nou eenmaal aan de draaf is en jij vindt dat verzet een fijne oefening, je kunt hem nu prima op de kwartlijn gaan verzetten. Maar we doen ook paarden revalideren. Dus mensen brengen de paarden bij ons. Die in de meeste gevallen worden doorgestuurd door specialisten. En dan kun je denken aan paarden die hoefkantoorontsteking hebben, kissingspines, artrose in hals of rug. Maar ook paarden die om nog niet duidelijke redenen verzet tonen in het rijden. En dan gaan we met ons team specialisten kijken hoe we zo'n paard weer op de rit kunnen krijgen. Dus ja. Eigenlijk een beetje laatste hoopstation? Toch? Heel vaak wel. Ja. Helaas, maar heel vaak wel. Ja. Ja. En we krijgen heel veel goed. Onwijs knap gereden. Leuk hè? Echt super. Maar ook zeker niet alles. Dus het is ook echt wel het laatste station. Ja. En soms merk ik ook dat mensen een soort van, ja, opgelucht is niet het goede woord, maar ja, toch ook wel weer ergens wel. Als hier wordt gezegd, ja, het is echt klaar. Ja. Ja, dus dat is wel heel heftig. Ja. En dat is ook niet, hè, wij, ons doel is kunnen gaan trainen, maar soms dan kan het gewoon niet. Ja. En wat maakt jouw manier van trainen anders dan, wat je nog heel veel ziet om je heen? Ik weet niet of het zo specifiek heel anders is, maar wij zijn wel heel erg bewust van de biomechanica van het paard. We hebben veel kennis over hoe zit het paard in elkaar. En wat ons misschien wel uniek maakt, is dat we alleen trainen als we groen licht krijgen van onze specialisten. Mm-hmm. Ik kan vrij veel paarden zuiver krijgen, gewoon door mijn handigheid en door wat ik heb geleerd. En dat heb ik in het verleden ook met regelmaat gedaan. En achteraf heb ik geleerd dat ik dat deed op, dat ze zuiver werden op compensatie. Ja. En daar ben ik natuurlijk heel erg van geschrokken, want dat is nooit mijn doel geweest. Ik dacht van, nou, ik krijg het paard zuiver en dan heb ik het goed gedaan. Goed. Dan heb ik het geregeld en gefixt. En dat was heel shocking toen ik leerde dat dat dus niet het geval was en dat ze op compensatie zuiver liepen. Dus wij werken heel veel samen met Linda van Diepen, dat is onze vaste dierenarts. Zonder groen licht van haar gaan wij niet trainen. En zij geeft dan ook aan wat wel en vooral ook wat niet. Ja, en sommige paarden beginnen aan de hand. Sommige paarden kunnen wel gelijk onder het zadel beginnen. Linda is niet zo positief over longeren en foltewerk. Dus meestal horen we rechte lijnen en het paard in balans zetten en zo heel rustig gaan opbouwen. Ja. Ja. Dus het is heel belangrijk dat een paard zichzelf rechtop zet. Ja, want dat is dat stukje balans. Dat was voor mij echt een van de dingen dat ik dacht, oh ja, damn, daar wordt nog zo weinig naar gekeken. Ja, dat klopt. Het verbaast mij ook altijd. Ja. Hoor. Ja. En hoe kun je iets vertellen over die balans? Waar kunnen mensen dat aan zien? Nou, laten we eens beginnen. Waarom wil je een paard in balans? Om hem heel te houden. Ja. Dat is een heel kort antwoord. Ja. Ja, maar wel te houden. Ja. Als een paard niet in balans loopt, gaat krijg je vroeg of laat. Laat ik zo zeggen, als hij niet in balans loopt en wij gaan erop zitten, dan ontstaan er gegarandeerd problemen. Ja, absoluut. En wat zijn, jouw paard loopt in balans, wat voor voordelen, hij blijft heel, maar wat hebben we er verder aan? Hij kan zichzelf op een goede manier, hij kan op een goede manier zijn lichaam gebruiken. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is als wij erop gaan opzitten. Ja. Ik weeg 75 kilo, nou, dat is best een hoop gewicht. En dan is het wel heel belangrijk dat het paard zijn lichaam goed gebruikt om mij te kunnen dragen. Ja. En wanneer loopt een paard in balans voor jou? Een paard loopt in eerste instantie in balans als het gewicht tussen links en rechts gelijk verdeeld is. Maar het mooiste is als hij het gewicht tussen links en rechts en voor en achter gelijk gedeeld heeft. Maar dat is niet altijd gelijk mogelijk. Nee, en want dat noem je dan een horizontale balans, is dus voor en achter. Ja. We willen allemaal dat paard lekker moet van achteruit en op het achterbeen. Ja. Maar dat stuk links-rechts, ik moet eerlijk zeggen, voordat ik jou kende, had ik daar nog nooit zo over nagedacht. Niet op die manier. Nee, nou, ik merk wel, want ik geef echt al, ik denk wel 10, 12 jaar lezingen over dit onderwerp. En in het begin, dus zoveel jaar geleden, dan waren er heel veel mensen in de zaal die echt nog nooit hadden gehoord van de verticale balans. Mm-hmm. En als ik nu lezingen geef, dan weet bijna iedereen wat dat is. Ja. En dat een paard links of rechts gebogen kan zijn. Ja, dat inderdaad. Ja, dan dus wel. Er is echt al steeds meer kennis. Maar in de instructie mis ik dat ook heel erg vaak. Ja. Waarom? Ik begrijp het niet, want het is echt zo'n ontzettend belangrijk stukje. Maar het lijkt nog steeds maar heel weinig onderwezen te worden. Ja. Juist.
Dat waren drie passen in balans. Super! En als je paard verticaal niet in balans is, waar kunnen mensen dan... Hoe kan je dat voelen of merken? Of... Nou, wat je vooral voelt als je erop zit, als het paard verticaal niet in balans is, is dat hij bijvoorbeeld één teugel meer neemt dan de andere teugel. Dus dat hij op één teugel heel sterk is. Bijna altijd is daar een verschil. Ja, ja. En paarden kunnen bijvoorbeeld op de ene kant veel makkelijker galopperen dan op de andere kant. Wat heel erg herkenbaar altijd is, is dat, dat een paard op de ene kant heel erg naar binnen zou willen vallen. Ja. En op de andere kant misschien juist aan het schot wil plakken. Ja. Dat zijn dingen die iedere ruiter herkent. Ja. Ja. Dus daarom is het zo, die verticale balans, zo ongelooflijk. Enorm belangrijk, want een paard kan zonder horizontale balans, maar wel in verticale balans, in ieder geval meer heel blijven dan dat hij helemaal niet in balans is. Ja. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat de hele balans klopt. Ja. Maar de links-rechts balans is echt een vergeten stukje vaak. Ja, klopt. Oké. En... we hebben het al wel, het gaat natuurlijk ook over hoe krijg je jouw paard lekker in zijn vel. Wanneer zit voor jou een paard lekker in zijn vel? Wat vind jij daar belangrijk in? Als hij vrolijk is, als hij er goed uitziet, als Linda vindt dat hij goed is. dat is voor ons natuurlijk altijd makkelijk om te roepen. Maar nee, ik vind dat een paard moet graag willen lopen, moet graag willen werken, moet vrolijk zijn. Moet een keer kunnen en willen boeven, moet als je hem loslaat of op de wei willen en kunnen spelen. En denk dat heel belangrijke dingen zijn, zich niet afzonderen van de groep. Ja. 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 En dus ook echt, want ik zag net al, jullie paarden staan nu op paddock, maar echt een groepsverband. Ja, we hebben de paarden altijd een groepsverband. En we hebben 5 hectare weiland, maar helaas in de winterperiode, ja, we hebben kleigrond. Dus dan moeten we helaas het doen met de paddocks, gedraineerde paddocks. Mm. Paarden alleen proberen we echt heel erg te vermijden. Ja, ja. Dat is ook wel... Ja. Ja. En als er iets is wat je graag anders zou zien in de paardenwereld, wat zou je daar... anders aan willen. Mag ik maar één ding kiezen? Nee hoor. Oh, nee. Nou ja, ik zou het echt heel graag veranderd willen zien. Dat paarden de hele dag wel in het hok staan. Vind ik ongelooflijk dat het nog steeds zo vaak gebeurt. Dat is onbegrijpelijk voor mij. Ja, en dan lopen ze tegen allerlei problemen aan mentaal of in het rijden. Ja, absoluut. Maar dat is dus ook een van de dingen. Je moet je rijden aanpassen. Maar natuurlijk ook je management. Ja, nou ja, mogen we van ze vragen wat we van ze willen vragen? Als ze 23 per dag in het hok staan en 2 keer per dag kuil krijgen. Hmm. In mijn ogen mag je dan helemaal niks met een paard. Dus ik vind dat een paard zoveel mogelijk buiten moet komen in kuddeverband. In ieder geval met z'n tweeën. Weet je, paarden die nooit mogen rollen, paarden die nooit mogen kroenen met elkaar. Ja, daar kan ik heel verdrietig van worden. Als ik in die emotie ga, dan ga ik nu huilen. Ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Dus ik denk dat misschien wel... Het belangrijkste is wat ik heel graag veranderd zou willen zien, dat paarden echt paard kunnen zijn. En ze kunnen echt prima in de sport lopen en presteren, juist in mijn ogen beter, als ze paard kunnen zijn. Ja. Ik denk, mijn mening is dat als je met een paard iets wil gaan doen, wat wij ermee willen is puur egoïsme. Dat is voor mij ook. Ja. Ik wil graag op dat paard rijden, ik vind dat leuk, ik vind dat mooi. Dat doe ik voor mij. Dan vind ik dat je het zo goed mogelijk voor het paard moet doen. En voor sommige mensen is zo goed mogelijk in de stalbandages zetten en 23 per dag op stal houden. En voor mij is zo goed mogelijk dat ze dan paard kunnen zijn en dat ze veel buiten kunnen lopen, dat ze onbeperkt ruwvoer krijgen. Dat zijn voor mij dingen die essentieel zijn. Ja. Ja. Maar we kijken wel heel erg per paard. En sommige paarden worden gewoon heel verdrietig als ze binnen staan en die kunnen prima aan om gewoon 24/7 buiten te staan. Ja. En andere paarden hebben echt de rust nodig en die halen we dan wel binnen. Dus sommige staan, als het zeg maar goed weer is, weken 24/7 buiten. Sommige paarden die halen we om de nacht binnen, ja. Omdat ze uit kunnen rusten. Andere paarden halen we elke nacht binnen. Hey, wat ik me trouwens ook nog afvroeg, voor mij is dat wel heel erg zo, maar volgens mij, heel veel mensen die werken met paarden hebben dat ook. We hebben zulke verhalen dat je een paard hebt... of misschien wel meerdere, wat echt je leerpaard is, of waardoor je anders bent gaan kijken naar dingen. Ja. Maar dat is herkenbaar. Zeker. Kun je iets van vertellen?
Zeker herkenbaar. Ik moet aan drie paarden denken. Mijn pony Charlie Chaplin, die kwam bij mij toen ik 17 was. En die arme pony heeft heel veel te verduren gehad. Die heb ik met slofteugels gereden. Die heb ik zelfs gesprongen met een slofteugel. Echt doodeng achteraf. Ja. Waaronder nooit iets is gebeurd. Ik had echt heel veel engeltjes op mijn schouder blijkbaar. Ja. Maar ik sprong in het park tuinbankjes. Van die houten bankjes. Met een slofteugel. Ja, echt verschrikkelijk. Arme pony. Ja. Gelukkig heeft hij, hij is 31 geworden. Dus ik heb nog heel veel goed met hem kunnen maken voor mijn gevoel. Ja. Dat was erg nodig. Ja. Dus Charlie heeft mij vooral geleerd om te spelen en gekke dingen te doen. En handig te worden. Maar die heeft wel heel veel te verduren gehad met mijn onkunde. En de rechter, dat is mijn 22-jarige. Die is bij ons gekomen toen hij 12 was. Dus mijn god. En met hem ben ik eigenlijk het pad ingegaan van anders trainen. Dus dat is een heel bijzonder paard voor mij. Hij heeft me enorm veel gebracht. Was afgekeurd toen hij 5 was. En heb ik uiteindelijk tot het ZZ-licht in de sport uit kunnen brengen. En nu is hij 22 en nu is hij vaak leerpaard voor tijdens de opleiding. En ik rij hem zelf 2-3 keer in de week. En ik hou hem een beetje aan de gang. Maar het paard is me enorm veel waard. Ja. En, en George, dat is mijn jonge paard. En dat is eigenlijk het eerste paard wat ik heel anders ben gaan opleiden. En die heb ik ook alles op de grond eerst geleerd. Mm-hmm. Ook zeg maar dressuurmatige dingen. Dus hij kan alle zijgangetjes en een balans aan de hand. En dat merk ik nu ik hem rij, dat hij alles al kent. Terwijl ik het hem uit het zadel nooit heb verteld hoe het moest. Ja. Dus dat is heel, vind ik heel bijzonder. Ja. Weet jij, zegt op de grond. En sommige mensen denken dan misschien gelijk aan academische rijkunst. Maar dat is niet wat je doet, hè? Nee, ik doe absoluut geen academische rijkunst. Nee, absoluut heel anders. Je hebt natuurlijk heel veel stromingen in het rijden en zo ook in werk aan de hand. En wat ik ze aan de hand leer is in balans te zijn. Ik doe heel weinig met buigingsarbeid. Ik vraag weinig buiging in de hals. Ik probeer ze juist zo recht mogelijk in het lichaam te houden. Ja, en die buiging in de hals, dat is wat je in het academisch heel vaak ook op de foltes. Ja. Heb je juist heel erg die buiging. Ja. En dat gebruik ik juist niet. Nee. Ik vind dat je bij alles wat je te veel buigt in de hals, disbalans hebt naar een schouder. Dus ik ben heel erg van zo recht mogelijk in de hals en de schouders zoveel mogelijk in balans te krijgen. Die schouders, dat is weer die verticale balans. Ja. Die verticale balans. En als er nou iets is wat je mensen mee zou willen geven, wat zou dat dan zijn? Ja, heel veel. Oh. wat ik gewoon, wat ik heb het altijd over ik, maar ik praat echt wel in heel veel gevallen ook voor Arjen en mijn vrouw. Wat wij gewoon heel erg belangrijk vinden is dat je blijft verdiepen in het wezen paard. Ik vind dat we dat verplicht zijn aan ze. Ja. En je bent gewoon nooit uitgeleerd. Dus wij zijn altijd bezig met ons te verbeteren en meer kennis te krijgen. En dat zou ik iedereen willen meegeven die iets met paarden doet. Je bent gewoon nooit klaar. En het is, ik ben een vrij zwart-wit persoon van mezelf. Ik kan wel echt wat rechtlijnig zijn. En die paarden leren je dat wel af. Bij een paard is er gewoon nooit en nooit en altijd. En dat vind ik het mooie van paarden. En we moeten gewoon ons blijven ontwikkelen om het steeds beter voor ze te doen. Nee. En dat betekent ook dat je blijft veranderen in wat wij in ieder geval doen. Wij blijven veranderen in ons management. Ja. Want elke keer denk je van nu vind ik dit. Dit is het. Hier sta ik nu achter. En dan leer ik weer wat en denk maar dat kan beter of dat kan anders. En dan gaan we toch weer dingen aanpassen. Ja. Dus zij die nooit van mening veranderen, hebben zelden iets geleerd. Ja, dat is... Hoe dat nu is met die Equidae en Horse Event en er zoveel evenementen, Balancing Peak en er zijn zoveel dingen opgezet om mensen te laten leren, dat was toen niet. Nee. Dus aan de ene kant denk ik dat het nu veel makkelijker is. Aan de andere kant, er is heel veel. Dus wat past bij je? Wat past bij je paard? Wat is goed? Want er zijn ook heel veel, ben ik van overtuigd. Niet alleen heel veel trainers, maar ook heel veel therapeuten die veel te weinig kennis hebben, maar toch hun ding doen. Ja. Nou, daar ben ik zelf een voorbeeld van. Ik gaf les toen ik 16 was, vanaf dat ik 16 ben. Nou, ik wist natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar ik stond wel les te geven met mijn grote mond. Ja. En dat is nu, en dat is ook oké, want daarmee, of oké, je ontwikkelt je. Ja. Maar voor degene die dan les aan het volgen zijn, ja, dat is nogal wat. Ja. Nee, ik zou ook doen een beetje meer er doorheen, vraag een beetje meer, trek een beetje daar, schop een beetje zo. En nu denk ik, oh my god. Hang je er een slof op? Dus het is wel denk ik heel moeilijk om in dat enorme bos, het bos is alleen maar groter aan het worden,
om daar goede bomen te vinden. Ja, om daar de dingen uit te pikken. Ik denk wel, hoe meer je... Misschien moet je gewoon heel breed gaan kijken eerst. Ja. En hoe meer je van allerlei stukjes wat krijgt, dan ga je op een gegeven moment zelf je puzzeltje wel vormen. Ja, ik denk inderdaad ook breed beginnen. En dan ga je voor jezelf ook wel daarachter komen wat vind jij het mooiste om te doen. Ja. En de ene vindt het heel mooi om alles over het paardenlichaam te weten en zich helemaal in te storten in de anatomie, fysiologie en therapeut te worden op welk vlak dan ook. En iemand anders vindt het weer heel gaaf om vrijheidsdressuur te doen. En een andere vindt het weer... Hè? En zo zijn wij, hebben wij ons gespecialiseerd in het fysieke trainen. Ja. Dat vinden wij het mooiste. Maar er is zoveel en ook zoveel moois. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Dat is wel herkenbaar. Nee. Nee, ik hou niet van leren. En ik ben ook heel erg van overal naartoe gaan en van iedereen proberen wat te leren. En een paar jaar geleden zag ik ook voor mezelf niet meer van, wow, weet je, het is te veel, het is te breed, het is... Dus ik heb toen besloten van oké, mijn geld en mijn energie en mijn tijd ga ik steken in wat voor mijn vak belangrijk is. En dat is het fysieke trainen. Ja. En dan kun je wel zien dat hij een beetje aan de linkerschouder gaat. Ja, dus het liefst ook weg van die hoefslag. Rustig zijn in je linkerhand. Als je het met verzetten oplost, hè, zorg dan dat je de stelling vraagt door je hand iets omhoog te doen. En dat je je buitenhand heel duidelijk naar buiten zet om hem van die binnenschouder af te halen. En dan je binnenhand naar voren te steken. Je wil die verbinding met je binnenhand minder maken. Of misschien zelfs wel lossen als zij daar zo strak op is. Daarnaast maak ik nog wel eens uitstapjes naar leuke horsemanship dingen. Maar ik probeer echt wel mijn focus te houden op wat voor mij belangrijk is. En dat is meer kennis over hoe het wezenpaard in elkaar zit. En we blijven verbeteren in hoe kun je het paard correct trainen. Ja. En want jij hebt ook wel, je zei net ergens dat jij houdt zelf ook wel een beetje van die sport. Je hebt ook paarden in de sport uitgebracht. Ja. Dus paardenwelzijn en sport. Dus eigenlijk ook wat Gisella zei, kunnen prima samen. Ja, natuurlijk ook. Op zijn er ruimtes naar wie je graag kijkt? Ik kijk heel graag naar Rien van der Schaft. Vind ik een geweldige trainer en een geweldige ruiter. Als ik hem op een paard zie, dan maakt mijn hart een sprongetje. Mm-hmm. Ja, ik vind, dat zijn dvd's die ik ooit van Rien heb geleend en die ik vervolgens heb aangeschaft. Rudolf Zeilinger, dat is een goede vriend van Rien. En als ik die dvd's zie, dan helemaal geweldig. Vind ik echt prachtig om naar te kijken. Ja. Maar ik kan ook heel geïnspireerd kijken naar Anja Baran, naar Philip Carroll. Wel naar de klassieke meesters, maar daar kan ik ook met heel veel plezier naar kijken. Ja. Ja. Zijn er nog dingen die ik nou eventjes zo niet gevraagd heb waarvan je denkt, ja, dat is suf, dat had je wel even moeten vragen, of dat wil ik nog kwijt? Je vroeg natuurlijk of ik dat interview wilde doen en het zou gaan over welzijn. En wat ik wel belangrijk ook vind, en daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad, maar wat ik heel erg belangrijk vind, is dat mensen zich nog beter gaan realiseren dat het heel belangrijk is dat je heel veel therapeuten regelmatig... Hi. Hi. Hey jongen. Dat is heel lief. Dat je gewoon, als je een paard hebt, dus ook regelmatig therapeut aan je paard nodig hebt. Yeah. En ik kom nog steeds mensen tegen die hebben nog nooit een tandarts naar hun paard laten kijken. En die hebben nog nooit een osteopaat naar hun paard laten kijken. En dat vind ik dan wel schokkend. En dat vind ik ook een stukje wat heel erg hoort bij welzijn. Je hebt gewoon therapeuten nodig om je paard gezond te houden. En paarden die lopen nou eenmaal dingetjes op. Al is het maar in het rollen, in het gek doen, in het bokken, in de training. Ze lopen gewoon dingetjes op. Ja. En ik geloof er heilig in dat het heel belangrijk is om daar... met goede therapeuten aan te werken. Ja. En, met alleen trainen, dat is denk ik de grootste boodschap, heb ik al kort gemaakt. Met alleen trainen kom je er niet. Nee. Ben ik van overtuigd. Er is meer nodig dan alleen correct trainen. Ja, maar en met alleen oplappen kom je... Ja, oplappen, maar met alleen de therapeut kom je er ook niet. Juist de samenwerking is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, dat vind ik ook. Hoe vaak laat jij een... therapeut bij jouw eigen paarden komen? We hebben natuurlijk het geluk dat Linda hier elke 4 weken is. Ik denk dat Linda zeker wel 6 tot 8 keer per jaar naar onze paarden kijkt. Mm. En wat Linda zegt, als een paard osteopathisch chiropractisch in orde is, dan kun je gaan werken aan de spieren.
En dat zien we ook bij onze paarden terug. Heel vaak is er, zijn ze helemaal oké osteopathisch chiropractisch. En wat is dat? Want als mensen niet weten wat osteopathisch chiropractisch is, wat bedoelt ze daarmee? Wervelkolom en organen? Ja, organen en wervelkolom, geen blokkades. En dan heeft het volgens Linda pas zin om aan de spieren te gaan beginnen. We hadden het over de osteopathie. Ja, dus Linda zegt spieren gaan behandelen, masseren als een paard blokkades in de wervelkolom bijvoorbeeld heeft geen zin. Nee. Dus zij zegt het is een luxe als je op een gegeven moment met de spieren aan de gang mag. Nou ja, wij hebben de luxe dat Linda hier heel vaak is. Dus wij laten heel vaak Linda even kijken. Is er iets aan de hand in de wervelkolom of organisch of wat dan ook, dan doet ze daar een dingetje mee en voelen ze helemaal oké, dan kan ze gaan masseren, dan krijgen ze een dieptemassage. En wat Linda zegt, het mooiste is als dat elke 6 weken zou kunnen. Ja, dat je echt elke 6 weken... Ja, dat zou natuurlijk... Dat is echt, denk ik, voor de meeste mensen... Dat snap ik, dat is en financieel niet haalbaar en op allerlei andere vlakken waarschijnlijk ook niet haalbaar. Maar wat zou voor jou het minimum zijn als jij mensen hier minimaal 2 keer per jaar en het liefst 4 keer per jaar. Ja. En dan werk ik het liefst, en nogmaals, ik heb de luxe dat ik Linda heb, maar met iemand die niet alleen osteopaat is, maar die breder opgeleid is, of alleen maar 3 jaar osteopathie. Ja. Dus een combinatie dierenarts, chiropractie, osteopathie is wel heel mooi.